Vreed 8 november kwam staatssecretaris Henk Bleker naar de algemene ledenvergadering van de CDA-oordeling Zuidwest-Friesland. Tijdens deze vergadering in Heeg spruts Bleker benammen over de economie, landbouw, recreatie en het toerisme. SWF Lokaal weer erbij en maken voor Jim de volgende reportage. Beste mensen, bijzonder bedankt voor de uitnodiging. Een afdeling heb ik gehoord met 800 leden. 80.000 inwoners, 800 leden. Dat is 1% van de inwoners is lid van het CDA. Als in heel Nederland dat zo was, hadden we 160.000 leden. In plaats van de 65.000 die we hebben. Dus u geeft in ieder geval het goede voorbeeld. En u hebt ook hele mooie gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. Ik meen zo zelfs boven de 25% van de kiezers heeft op u gestemd. Dat is knap werk. Moeilijke tijden. En laten we wel wezen, er zal een discussie ontstaan over moet er nou meer op bezuinigd worden de komende tijd. Nou, we wachten het allemaal af enzovoort. Heb ik nu niks over te melden, maar ik mag er niks over melden. En dat doe ik ook niet. Dan, ja, wat is nou een beetje toch, laat zeggen, het leidmotief ook van deze regering waar wij deel van uitmaken. Dat is aan de ene kant degelijkheid. Aan de andere kant is geef mensen, burgers, lagere overheden, ondernemers, boeren, nou eindelijk is echt weer wat meer ruimte. Doe wat aan de bureaucratie en doe wat aan die gigantisch vele regels die we hebben. Die gigantisch vele vergunningen die we voor van alles en nog wat moeten aanvragen. Doe daar wat aan. Ambtenaren en ik. En waar ging het over? Vragen, debat over het feit dat er ergens in Drenthe een ooievaar bij iemand is. Die is ergens opgefokt, die hebben ze gekocht op internet. Dat is een opgefokte ooievaar. En die mag niet vrij, waarom niet? Omdat die waarschijnlijk risico bestaat dat als hij bij de gewone wilde ooievaars komt, dan kan die ziekten en afwijkingen enzovoort doorgeven. Maar je moet ook eens een keer een grap kunnen maken. Ik heb geen grap gemaakt over Mauro en zijn studievisum. Ik heb eigenlijk het belachelijke van het hele punt dat we hier met elkaar in de kamer bij elkaar zitten om over zo'n ooievaar te praten. Henk Bleker is er nou nog en er zijn toch wel wat prikkelende opmerkingen te maken. Dus dat jouwt om een leiding van vragen. We hebben heel veel beesten gehad, we hebben wetten om gehad, we hebben graaien voor ons gehad. Waar heb je nog veel meer voor ons? En het, hoef ik u niet uit te leggen. Juist, je hebt het zo gezien. Ik zal het even kort zeggen, wij smoren in de gang. En wij hebben nu de toezegging gekregen dat wij de ganzen ook mogen smoren. Voor wat heb je precies toezegging? Voor vergassing of zo? Oh ja. Nou, dat komt goed. Ja, niet met die ganzen, maar met die vergassing. Een heel betoog had van Henk Bleker. Wat is uw reactie en wat vindt u van zijn bewoordingen? Nou, had ik Henk Bleker zei ja. En had hij uitduidt het wat het beleid is van deze regeer, maar ik van het CDA, hoe die daarmee omgaat, vind ik dat het op een geweldige manier dient het ten aanzien van het landschap en de agrarische sector. Het was een geweldige jongen, meer dan 200 mensen. En de manier van spreken, de humor die hij bracht, staat dat ook centraal in het beleid van het CDA de volgende jaren? Ik denk dat dat heel goed is, want politiek bedrogen is wel serieus, maar je moet ook maar een kwinkslag wat brengen kunnen en dat het er op een geweldige manier dient. Nou, ik heb een paar boodschappen gehaald. Zeg maar, zeker als het gaat om natuur moeten wij onze eigen verantwoordelijkheid pakken. Zeg maar, ook als gemeente om te kijken zeg maar, wat goed is voor ons gebied. En ten tweede natuurlijk ook zeg maar, de koers van het CDA, ook daarin zeg maar, je eigen verantwoordelijkheid pakken en wees wie je bent en zorg ervoor zeg maar, dat je daarmee ook naar voren toe komt, zodat die boodschap ook helder en duidelijk overkomt bij anderen. Ja, zoals wij Bleker kennen, klip en klaar, helder, duidelijk en een onversneden CDA-geluid. En denkt u dat het ook een waardetoevoeging is voor het CDA? Ja, ik denk het absoluut. Want uit de reacties van de zaal, het was hier erg druk vanavond. Ik schat het in ongeveer aan 150 mensen. Zoveel positieve reacties op het duidelijke CDA-geluid wat hij neergezet heeft. Bleker is helder. En daar hebben mensen behoefte aan in het land. Hier in de zaal, hier in Zuidwest-Friesland. Het moet niet wollig zijn. Het moet to the point. En dat gaf hij heel duidelijk aan.
En denkt u ook dat dat echt stemmen gaat opleveren binnen onze gemeente? Het gaat erom dat mensen zich herkennen in het CDA. En het verhaal, dat is onze bedoeling ook als CDA, het moet dicht bij de mensen zijn. Of het nou in Stavoren, in Laaksum, in Bolzwart of Sneek is. Het gaat erom dat mensen weer herkennen waar het CDA voor staat. En dat kon vanavond echt met groot applaus ontvangen worden door het massaal toegestroomde publiek.